is dat Kerner Omroep Lødal? Kerner Lødal is een stange naar de wielerclub met de Limburg. Die allemaal jeugdleden en die hebben wij besloten. Voor met ouderen die ervaring hebben. Met 80 vrijwilligers zijn we. Voor dat te organiseren als er eventueel wedstrijden zijn hier in de Lødal. En is dit een wedstrijd wat zich hier vandaag aanspeelt? Nee, dit is gewoon een toertocht over 100 kilometer. Met afgezette wegen, politie en begeleiding, alles erbij. De overnemers hoeft te stoppen. Er zijn materiaalwagens bij je, dus als je een pech hebt, dan wordt er gewoon geholpen en dan kan zo weer. Dit is 100 kilometer. Zijn dat 100 willekeurige kilometers of zijn die uitgezette? Nee, dat is een tocht, die is gewoon door ons uitgezette. En dit jaar rijden we hem andersom, met veel nieuwe stukken erin. En we willen proberen toch ieder jaar het nieuws te hebben. Dit is waar je andersom, dat wil dus zeggen dat je dat dukker doet. Nee, we hebben nu 7 jaar dezelfde route gehad en dit jaar is voor de eerste keer gans anders. En wie lang bestaat deze organisatie al? Dit is voor de 7e keer dat we het organiseren. En hoeveel mensen doen er zo'n beetje aan met? Ja, vandaag hebben we denk ik, misschien pech met het weer, maar normaal zijn er altijd rond de 300 die meedoen. En ook wel ongeluksgezongen weg of dergelijke dingen? Op die 7 jaar kan ik me 2 valpartiekjes herinneren, maar... Niet van erg letsel of zo, dus dat valt voor 100% met. Het is dus eigenlijk een toertocht om plezierig te fietsen, maar toch een redelijke prestatie te leveren. Ja, we houden aan, we proberen dus een gemiddelde te rijden van 28. Dat is toch netjes. Ja, maar in de groep valt dat met, omdat ze nergens hoeven te stoppen, dan kunnen er wel doorrijden. Dus. Nou, heel veel succes met de organisatie. Ja, bedankt. Volgens de dames die we dadelijk laten zien, even zit jij de baas van de inschrijvingen. Dat vind ik een groot woord, maar in principe klopt dat, joh. Dat klopt, dat. Wieveel verwachten er vandaag? Nou goed, andere jaren zitten we rond de 250 deelnemers. Alleen het weer zit ons vandaag nog niet helemaal met. Dus het is nog even afwachten of we die dit jaar ook gewoon halen. Het is nu 8:30 ongeveer. Wieveel heb je er al gehad? Nou goed, we hebben natuurlijk een heel aantal voorinschrijvingen en mensen die via de sponsoren komen. En dan zit ze toch al wel eigenlijk in principe al boven de 100. En dan zijn we nog afhankelijk van wat er dan aan daginschrijving bij komt. En het is natuurlijk ook de vraag, komen die mensen met hun allemaal met die beloofd hebben dat ze komen? Of denken die van nou, mijn bed ligt nog wel lekker deze morgen. Laten we dit hopen, want het is natuurlijk een mooie tocht tegen plannenstijd vandaag. Met dit weer kan ik me dat wel voorstellen. Ja. We gaan straks eens kijken bij de start hoeveel mensen dat we zien passeren. Ja, even later.